vind het een soort asociaal gedrag, zeg maar. Ja. Eerlijk gezegd. Dit is toch niet netjes zoals het allemaal gaat. En dat ze kunnen toch de mensen die al hulp hebben gekregen, die hebben het toch niet voor niks gekregen. Ja. Waarom moet het dan nu ophouden? Want hoe lang heeft u al thuiszorg? Dat is al 5 jaar nu geweest. Ja. En waarom heeft u het toen aangevraagd? Dat ik dus het ook niet meer zelf kon. En waarom niet? Ik heb artrose door heel mijn lichaam. Mm-hmm. En toen had ik nog een goede arm, maar die is nu ook slecht. Maar die artrose, daar is het op gekomen. Ik kon niet meer uit de voeten. Dus, ja. Nou, en nu heb ik een gescheurde pees erbij gekregen aan mijn schouder. Ben ik al geopereerd. En het is niet vast blijven zitten. Dus ik kan ook niet meer fietsen of niks. Mijn man heeft Alzheimer. Ja, ik heb Alzheimer. En daar, ja. Daar ben ik niet gelukkig mee. Klopt, het is toch wel te rigoureus, jongen. Wat ze doen. Hè? Ja.